Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video en dit keer over Lightburn. Een kleine nieuwe serie. Waarom? Eind vorige week is er een nieuwe versie van Lightburn uitgekomen. Versie 1.1.00. Inmiddels, dat zeg ik er gelijk bij, is er dit weekend een bugfix, 1.1.01 uitgekomen die hier overheen gaat. Maar die versie 1.1.00 heeft een heleboel nieuwe functionaliteit en veranderde functionaliteit. En dus is het misschien wel zaak om daar een kleine videoserie aan te wijden. Sommigen zullen zeggen waarom niet in één video? Nou, simpelweg, het is zelfs voor mij te veel om te bevatten in één video. Even voorweggenomen. Ik ben niet in dienst van Lightburn. Ik ben ook niet alwetend over Lightburn. Ik probeer simpelweg mijn kijkers op de hoogte te houden van hoe Lightburn werkt en welke veranderingen er eventueel zijn. En daarbij maak ik gebruik van video's van anderen op het internet om daar te kijken van hoe leggen zij dat nou uit? En wat zijn nou precies die veranderingen? Want die veranderingen, dat zijn er zoveel dat je, als je het gaat lezen, dan kom je daar eigenlijk niet uit. Dat kan ik meteen al zeggen. Dat betekent dus dat sommige mensen, zeker uit het buitenland, misschien wel, zeg maar, als ze de video's kijken, dat ze zeg maar dingen zien die ze zelf ook uitgelegd hebben en daarmee denken dat er plagiaat gepleegd wordt. Maar dat is natuurlijk never, nooit het geval. Lightburn is niet van jou. Lightburn is van ons allemaal. En zeker van de mensen die Lightburn betaald hebben. En dat betekent ook automatisch dat anderen die nieuwe functies eruit lichten en dat jij dan toevallig het voorbeeld geweest bent, dat is mooi en daar zijn we heel blij mee, maar jullie doen alles in het Engels en dat is precies waarom ik de video's maak, want ik maak ze dus in het Nederlands. Goed, ik neem ook niet de verantwoording voor die functies die Lightburn aanbiedt. Stel dat Lightburn iets aanbiedt wat zeg maar totaal niet werkt voor jou en juist het zelfs toe leidt dat jouw lezer niet lekker mee werkt. Het is niet mijn verantwoording, sorry. Ik vertel gewoon wat Lightburn heeft veranderd. Ik moet ook zeggen, jongens, kom op. Natuurlijk, ik heb 1 of 2 mensen gelezen op het internet die problemen hadden met deze nieuwe versie. Maar ik heb ook een aantal mensen gelezen die zelfs meerdere lezers hebben. Zelfs tot 10 lezers. Die perfect werken met dit spul. En ook met de nieuwe versie van Lightburn. Dus met andere woorden, heel veel van de problematiek die je gaat tegenkomen als je hiermee gaat werken, is oftewel misschien het niet begrijpen van de functie, dat geldt ook voor mij, geen zorg. Ofwel zijn het kleinere bugs waar je eigenlijk simpelweg Lightburn van op de hoogte moet brengen. En die hebben daar een goede mogelijkheid voor op hun website dat je bugs kunt melden. Vraag daarbij wel eens, wees compleet. Ga niet zeggen van, hé, mijn lezer beweegt niet meer naar rechts. Daar kunnen ze daar niks mee. Ja? Dan moeten ze weten wat voor lezer je hebt en allerlei omstandigheden waaronder dit dan gebeurt. En simpelweg om te kunnen uitsluiten of het niet een gebruikersfout is of misschien een machinefout is, want dat kan natuurlijk ook nog, maar dat het een Lightburn-fout is, ja of nee. Nou, dat even als disclaimer voor weggenomen. Ik ga de video's ook proberen kort te houden, behalve deze dan toevallig, vanwege het feit dat ik dit uit moet leggen. Dat gaat erom 2, 3 nieuwe functies per video. En dat is niet omdat ik zo verschrikkelijk veel video's wil maken, maar omdat ik je niet wil overvoeren. Elke video zal voldoende informatie bevatten over verschillende. Er zitten ook functies bij zijn waarvan je achteraf zegt, wat moet daarmee? Ja, klopt. Maar dat is dan niet te min. Als je Lightburn uitlegt, moet je Lightburn uitleggen. En dat betekent ook de functies die je misschien niet zo begrijpt of prettig vindt. Geldt ook voor mij. Er zullen ongetwijfeld weer functies bij zijn waarvan ik zal zeggen van, jongens, snap ik ook nog niet. Geen idee, nooit gebruikt. Kan gebeuren. Daarmee wil niet zeggen dat die functie niet goed is of onwenselijk is. Vraag is alleen of die dan door een hobbygebruiker gebruikt zal worden, ja of nee. Dat is even het tweede van het verhaal. Nou, ik zou dus adviseren, maar nogmaals, het is niet mijn verantwoording om de update uit te voeren van Lightburn. Zeker als je een betaald abonnement hebt. Want dan kun je ook in die video meekijken met wat ik doe, zeg maar.
Even over dat abonnement. Er zullen ongetwijfeld ook mensen bij zitten die al wat langer een abonnement hebben van Lightburn en die zeggen van hé, ik kan die update niet uitvoeren. Nou, weet dan dat het abonnement van Lightburn dusdanig is dat je een jaar lang subscription hebt, ook alle updates. Na een jaar kun je normaal gesproken Lightburn gewoon door blijven gebruiken, alleen je kunt de updates niet uitvoeren. Als je dat dan wilt, zul je weer naar de website van Lightburn moeten en die subscription, dus dat abonnement, moeten vernieuwen. En dat kost, ik dacht, $30, even uit mijn bolle hoofd. Goed, we gaan erin duiken. Het wordt een serie van een videootje of 5, 6, misschien wel 7, dat hangt er even vanaf. Maar we gaan beginnen met de eerste video daarvan. Deel 1 van Lightburn versie 1.1.00, oftewel XX, want inmiddels is het 01. Veel plezier en veel leerzame momenten. De eerste verandering in deze nieuwe versie van Lightburn is het maken van backups. Als we naar de stand gaan, dan zien we bijna onderin daar de standaard backup opties van export preferences en import preferences. Ja, de vertaling naar Nederlands is zeker in deze nieuwe versie nog niet helemaal geweldig. Maar er is een functie bijgekomen. Dat is load preferences backup. En als we die nou aanklikken, dan zien we dat Lightburn dus nu zelf backups maakt van zijn settings. En dat doet hij per laser. Bij mij hier is er slechts maar één laser zichtbaar. Dat is de Ortur Laser Master 2 15 watt. Dat is namelijk mijn laser. Maar ik heb al iemand gezien die in totaal 11 lasers had. En dus voor elke laser hier zijn backups had staan. Dus hier worden de backups gemaakt door Lightburn automatisch. En hoef je het dus eigenlijk niet meer handmatig te doen. En dat is de eerste verandering die Lightburn biedt ten opzichte van de vorige versie. Overigens, als je er dus eentje wil terugzetten, dan kies je hier gewoon voor laden. Voor nu kies ik voor cancel. Zo, even mijn ondersteuning voor de Oekraïne terugzetten. Dat was het eerste. Het tweede wat ik ga laten zien zit in de instellingen. We gaan naar bewerken en dan gaan we naar machine-instellingen. En dan hebben we hier dat tabblad basisinstellingen. En daar is iets, daar zijn een paar dingen heel bijzonder veranderd. Nou, we kennen misschien al wel die knop van ontstekingsknop voor de laser aanzetten. Dat is diegene die ervoor zorgt dat hier zo fire verschijnt. Interessant. Ja. Echter, er is iets bijgekomen. Laser on when framing. Hij moet dus nog vertaald worden, maar dat wil dus zeggen, als wij op de frame-knop drukken, dat doen we in het tabblad laser, even naar het tabblad laser, dat is dat markeren, zeg maar, dat kaderen, dat hij een vierkantje trekt rond op dat object wat jij wilt gaan laseren, dan moest je in het verleden moest je de shift-toets ingedrukt houden om zeg maar dat lampje te zien, zodat je ook zag van waar die precies overheen gaat. Nou, dat hoeft niet meer. Als we hier laser on when framing activeren, dan is standaard, als jij hier op kader drukt, zal het lampje aan zijn van de laser. Alleen moet je wel even zorgen dat hier het vermogen op 1% gezet wordt. De reden waarom dat bij mij niet zo is, is omdat deze laptop niet op een laser is aangesloten. Dus, shift kader hoeft niet meer als je deze functie hier activeert. Laatste functie voor vandaag, voor deze, dat is ook een hele interessante. Je hebt vast wel eens een keer gezien dat ik vertelde dat ik regelmatig vergat om te focussen. Nou, je kunt nu een checklist laten zien op het moment dat je begint met laseren. Dus ik kan hier onderin Enable Job Checklist, klik. Ik klik op bewerken en dan kan ik hier boodschappen laten zien. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn, ligt mijn object goed? Vraagteken. Kan ook zijn, heb je gefocust? En dit zijn dus mededelingen die verschijnen op het moment dat ik begin
met de laser. Ik druk op start en op dat moment zal hij eerst laten zien van ligt je object goed? Heb je wel gefocust? En op die manier word je herinnerd aan dingen waaraan je herinnerd wenst te worden. Dingen waar je bang voor bent om te vergeten. Nou, voor mij is het heel goed, want ik vergeet regelmatig om te focussen. En dan is deze hier natuurlijk een hele goede melding. Enable Job Checklist, dat is degene die hem aanzet, zodat hij ook werkelijk verschijnt. En bij bewerken kan ik hem veranderen. Dat waren de functies die veranderd zijn wat mij betreft in de apparaatinstellingen. Dit was voor mij vandaag de video. Drie zaken die dus gewijzigd zijn. In deel 2 komen de volgende zaken weer aan bod. En je zult zien, er is echt een heleboel gewijzigd. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt. Tot de volgende keer. Dag.